Ja, je zou denken, een licht thema. Hens bier. We dachten, het moet niet altijd rond circulatieplan zijn of andere thema's, zodat er voor- en tegenstanders zijn. Maar het is geen licht thema. Niet dat het Hens bier zwaar op de maag ligt, maar we hebben een keer navraag gedaan. Er leeft nogal wat van Gentse bieren, van Gentse brouwers, craft beer, het artisanale bier. En eigenlijk moet je ook wel een beetje voorzichtig zijn. Zeg niet zomaar bier tegen bepaalde soorten craft beer. En wie is dan wel de echte craft beer brouwer? Brouwt hij het zelf? Brouwt hij het volgens de regels van de kunst? Al of niet gepasteuriseerd? We hebben hier vandaag eigenlijk het schuim. Letterlijk, in positieve zin, het schuim van de Gentse bierbrouwers. En we gaan het vandaag zelf vragen aan hen. We hebben Beer Select, vier studenten, ondernemers eigenlijk, die met een start-up 900.000 euro hebben ingezameld om de grootste brouwerij van Gent en omstreken te bouwen. En dat betekent dat er toch wel wat leeft, dat investeerders bereid zijn 900.000 euro te investeren. En eigenlijk bieden zij de mogelijkheid aan kleine artisanale brouwers om hier ook een grotere productie te kunnen realiseren. Daarnaast is het natuurlijk ook wat er reeds bestaat. Doc Noord bijvoorbeeld. Er is de Brewing Company Doc Noord. We hebben natuurlijk ook een echte brouwmeester aan tafel van de Koning. We hebben ook Gentse Biervereniging en de VZW Gent Brouwt. Ja, wat is het verschil? Als leek, om een duur kijk je er een beetje naar en zie je allerlei dingen evolueren, maar weet je niet direct van, ja, wat is er eigenlijk allemaal aan de hand en wat is nu het echte Gentse bier en wat niet. Dus dat is eigenlijk een beetje het thema. We dachten een licht thema, maar we gaan toch zien dat het is niet zo eenvoudig is een goed bier brouwen en ook niet om het thema aan te kaarten. Tot straks. Is er ook een primeur, maar we gaan dat een beetje voor later houden, dat iedereen nog nuchter het debat kan volgen. Er is ook een primeur die de meesterbrouwer, die ik straks zal introduceren, heeft meegebracht. U weet dat wij in België hoog scoren op culinair niveau. We hebben heel wat sterrenchefs, maar er wordt altijd de link gemaakt met wijn natuurlijk als het over gastronomisch eten gaat. En men heeft gepoogd om dat op hetzelfde niveau, dat bier aan te bieden dan onze sommeliers. En hier heb je exclusief, want er is niet meer dan dit, of toch niet veel meer dan dit, ter beschikking. Ik moet een beetje promotie maken. Straks gaat je dan ook exclusief kunnen proeven, in kleine glaasjes, want het is natuurlijk een beperkt volume. Maar gaat je ook kunnen proeven wat de grote concurrentie zal worden voor de fantastische wijnen die de grote chefs aanbieden. Er is ook fantastisch bier. Eén ding waar dat alle gastsprekers hier zullen over eens zijn, dat is dat bier minstens even hoog moet scoren dan wijn. Goed, ik ga over tot de voorstelling van onze gasten. Ik heb van rechts naar links, Miel Bonduel is de medeoprichter van de Gentse start-up Beer Select, dat kleine en lokale brouwerijen ondersteunt in de promotie, maar dat ook claimt om straks de grootste brouwerij in Gent neer te poten. En voor degenen die het nieuws hebben gevolgd, dat betekent dat het nog dit jaar zal zijn. En dat gaat altijd zo, als je iets nieuws wilt brengen, dan houd je een kleine marge. Er is aangekondigd dat dat in de zomer van dit jaar zal zijn, zonder de maand te definiëren. Maar in elk geval, in de zomer van deze maand en op het grondgebied van Gent zal dit gerealiseerd worden. We hebben ook Sven de Kleermaker. Sven de Kleermaker is meesterbrouwer van Brouwerij De Koning, die een onderdeel is van Duvel Moordgat. En die hebben eigenlijk ook al een aantal ondersteuning van artisanale brouwerijen in acquisitie genomen, zou ik eerder zeggen. En daar gaat u straks ook meer over horen. Dimitri Messiaen, de bezieler van onze gekende Pils 13 en ook de oprichter van Doc Brewing Company, is hier aanwezig. U mag ze ook allemaal met een applaus hartelijk welkom heten. Dank u wel. En dan, want voor een leek die water drinkt overdag en ook een biertje natuurlijk s'avonds, maar voor mij was het in elk geval niet helemaal duidelijk wat er allemaal leeft in Gent. Maar we hebben hier de Gentse VZW Brouwt en Pedro de Grave, de zaakvoerder van Gents Bierlaborant, is daar voorzitter van Gent Brouwt. En we hebben ook de Gentse Biervereniging. En wat dat de een en de ander doet, dat gaan we straks allemaal horen. Maar ik zou graag beginnen een beetje in omgekeerde richting misschien van de historiek. Want zoals gezegd, er bestaat al veel in Gent.
Maar de aanknoping van dit debat, om dit thema te nemen, was dan toch wel de aankondiging dat we hier de grootste brouwerij in Gent gaan krijgen. En ik kijk dan uiteraard in de richting van Mille Bonduel, die met Bierselect toch maar liefst 900.000 euro heeft kunnen inzamelen als start-up. Wat toch duidelijk een beeld geeft van hoe belangrijk dat investeerders dit vinden om dit te realiseren. Mil, ik ga met u beginnen. Misschien toch eerst eventjes situeren naast de brouwerij die er komt. Waar staat Bierselect voor? Wel, met Bierselect willen we eigenlijk kleine en lokale Belgische brouwerijen ondersteunen. Het is namelijk zo dat zij vaak nieuwe recepten gaan ontdekken, innovatief uit de hoek komen. En wij willen hun daarbij helpen. Dat doen we nu al door hun bieren te verdelen. Door hun bieren eigenlijk in de kijker te zetten. En dat willen we binnenkort ook doen door hun mee te ondersteunen op vlak van productie. Om hen eigenlijk faciliteiten aan te bieden om hun bier op een professionele manier eigenlijk in de markt te zetten. Ja. En dat doen we nu door de bouw van de grootste brouwerij in Gent. Wij waren daar eerder bescheiden, maar de pers heeft dat ervan gemaakt. Dat is een brouwerij die eigenlijk komt rond Flanders Expo, die Côté. Waarbij dat we niet zelf onze bieren eigenlijk gaan brouwen. We gaan niet zelf een bier ontwikkelen, zo te zeggen. Maar we gaan enkel voor derden, dus lokale brouwers eigenlijk, produceren. Zodat zij hun bier in de markt kunnen zetten. Hè. Ja, dan hè. Dan een heel moeilijke vraag die ik straks ook aan iedereen een beetje de kans geef om naast mijn specifieke vraag op te reageren. Maar ik ga bij u beginnen ook. Wat is Gents bier? Want de Gentse trippel die komt van Aertvoude, de Gentse stroop die komt van Roman Oudenaarde. Heeft u een idee? U gaat natuurlijk als de brouwerij, de grootste brouwerij, op Gents grondgebied staat, dan gaat er daar gebrouwen worden in een Gentse brouwerij. Maar het zal niet allemaal Gents bier zijn. Nee. Nee, inderdaad. Zoals je zelf zegt, een Gentse trippel, een Gentse strop. Die hebben een Gentse naam, maar dat is het ook. Die hebben weinig authenticiteit of affiniteit met Gent zelf. En wij gaan dat enerzijds wel hebben, omdat we hebben een brouwerij in Gent. En dat is met Gents grondwater. Maar we gaan niet enkel Gents bier brouwen ook. Als een lokale brouwer, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets uit Zottegem, bij ons gewoon brouwen, is dat dan Gents bier? In mijn ogen niet. Dat is het wordt gebrouwen dan in de brouwerij in Gent. Maar het heeft ook de historie, het gevoel van het oprichten van bier is niet gebeurd in Gent. We gaan dan niet gaan claimen dat speciaal Gents bier is. Dus dat is een beetje een moeilijk gegeven. Wat is Gents bier? Hè? Ik denk dat niemand daar exact een antwoord gaat kunnen geven. Een echt Gents bier zou in mijn ogen zijn iets dat opgericht is in Gent, ontwikkeld daar en ook wordt geproduceerd. Dat is in mijn ogen een echt Gents bier. Oké, dan zou ik graag overgaan naar Dimitri Messiaen van Dog Brewing Company. Als men spreekt over een Gents bier, dan denk ik, Dimitri, maar ik ben maar een leek, dat we kunnen zeggen dat het in Gent is ontwikkeld in uw brouwerij, de Pils 13. En dat ook dit kan als de Gentse pils beschouwd worden, maar moet je opletten wat ik zeg. Is het een pils of is het een craft beer? Well, ik zit hier met twee patches in. Ik heb mijn patch aan van Pils 13. Dat wil zeggen dat ik daar mij gespecialiseerd heb in artisanale pilsen. Dat wil zeggen, het is enorm in beweging aan het gaan. Alles wat dat bieren zijn. Vroeger was het allemaal de grote brouwerijen die zeiden wat er allemaal gebeurde. En tegenwoordig is er enorm veel beweging. Het komt een beetje van buitenland allemaal naar hier. Onder de noemer kraftbrouwerijen en al die kraftbrouwerijen die op elke hoek van de straat uit de garage komen, zijn er eigenlijk heel weinig die aan bezig houden met een pils. En ik vond het eigenlijk een beetje spijtig dat het een basisproduct eigenlijk, gewoon gelijk een simpele pils, dat het dan niet terugvindt in het Hamma artisanaal slash craft. Dus vandaar heb ik dan mijn pils gebrouwen. Ik doe dat zelf, maar ik brouw in de ketels van de Contreras, dat is in Gavre. Ik gebruik Gavres water, ben ik daarom een Gentse pils. Oh, dat is goed Gent, hè? Gavre, dat is goed. En daarnaast heb ik dan samen met twee andere vennoten heb ik Top Brewing Company begonnen. En dat is een nieuwe brouwerij waar we in mei vorig jaar gestart zijn. En dat is op Dok Noord, waar we een installatie hebben van 1000 liter. En waar dat we enkel maar experimentele bieren brouwen. We brouwen eenmaal één recept. We verkopen het daar ter plaatse. We hebben daar 30 tapkranen. En we kunnen er ook eten en drinken. Maar,
Maar het idee is uiteindelijk is dat we één bier brouwen, we verkopen het en we maken een ander bier. We maken nooit iets anders. We verkopen een klein beetje naar restaurants, links en rechts en naar cafés. Of fans van ons die zeggen, oké, ja, dat vind ik wel een leuk idee. Als je spreekt van Gents bier, denk ik dat dat wel echt Gents bier is. Ik bedoel, Dok Noord, dat is nu wel Gents. En elke keer als we bier klaar hebben, zoeken we met z'n allen, komen we samen. Dan hebben we 5 minuten tijd voor een naam te kiezen. En daar komen er soms toffe ideeën uit. We zitten met 5 jonge gasten die met ons werken en die laten het er gaan. Hè. En ik moet dat een klein beetje intonen, maar ik doe dat niet altijd. Dus we hebben nu een nieuwe bier uitgekomen, dat is Cheap Moire. En de volgende die aan het gisten is ik kan het zachtjes zeggen, de dikke maal zit aan de zuid. Dus is het Gents? Ja, het is Gents. Ja. En vooral experimenteren. Dus je gaat daar wel trippels terugvinden, wat je een beetje meer erkenning hebt van dat is. Maar we gaan ook heel ver, ook echt om te tonen van kijk jongens, we doen hier meer dan de typische oude Belgische stijlen. We gaan ook naar echt experimentele bieren gaan testen. En gaan dan tonen dat Gent dat kan en er klaar voor is. Hè, ja. Dat moeten we doen. Hè. Sven de Kleermaker, hij is meesterbrouwer bij... Daar valt de tombola, maar er zit nog niks in, dus nog eventjes geduld, bij Brouwerij De Koning. En die ook onderdeel is van Nu van Boordgat. En we hadden het net over gastronomie en u heeft hier iets speciaals meegebracht. Maar we gaan wachten tot het einde van het debat hier, dat mensen nog nuchter kunnen proeven. U heeft er iets heel speciaals meegebracht en dan zegt u inderdaad, het gastronomische, dat is top in België, ook in Gent. Voor alle duidelijkheid, maar dat is altijd geënt op wijn of gemixt met het aanbod van wijn. En bier mag eigenlijk wel op hetzelfde niveau komen. Kunt u een beetje uitleg geven van wat hier nu voor ons staat? Iets zeer exclusief. Ja, ja. Dus een paar weken geleden was het wereldkampioenschap Beste Sommelier. Dat is een echt wereldkampioenschap, dus het was voor het eerst in 50 jaar nog eens in België, in Antwerpen. Die sommeliers die babbelen altijd over wijn, maar uiteindelijk moeten die ook bezig zijn met saké, met koffie, met thee en uiteraard ook met bier. Maar dat durven ze zelf ook nog wel eens te vergeten. En als Duvel Moordgat vond het belangrijk, omdat dat toch in België was, in Antwerpen ook, dat we daar dat een beetje naar ons toe konden trekken. Want wat wij met Duvel Moordgat willen doen is om het bier als categorie ook naar voren te brengen. Het is belangrijk dat als mensen op restaurant gaan, dat je daar niet altijd voor wijn automatisch gaat kiezen. Er zijn heel veel gerechten die perfect en zelfs beter met bier gaan. Dus we hebben ons de moeite gedaan om ons een beetje daarin in te werken. Dat is een enorme organisatie. Wij hebben die financiële middelen ook niet om ons daar heel op de voorgrond te stellen, vergeleken met de wijnbusiness. Maar we zijn er dus wel in geslaagd en we hebben de beste sommelier van de wereld, die wordt om de 3 jaar verkozen. We hebben die naar België gehaald en we hebben daar een bier mee gebrouwen. En bier is eigenlijk speciaal op die manier dat we een biertje al op voorhand gebrouwen hadden in onze nieuwe proefbrouwerij bij Duvel. Maar we hebben ook een blend gemaakt van verschillende zaken die een beetje wijngerelateerd zijn. We hebben een blend gemaakt met een Bourgogne most die verzuurd is op houten vat. Met myrtilles ook. En er zit ook nog een beetje Duvel Barrel Aged in die van de eerste afvulling was en nog op vat zat. Dus dat geeft allemaal, al dat bijeen, een heel fris bier. Bier, wijnblend. Beetje hoppig, bitter karakter en dat gecombineerd met zuur, wat niet zo evident is. Zeker de moeite om straks eens te proeven. Maar het was vooral belangrijk om in die wijnwereld als bier zijnde binnen te geraken. En we zijn er ook in geslaagd om in de krant een hele katern te hebben rond het gegeven van het wereldkampioenschap Beste Sommelier. En dan viel er echt wel op dat we in heel die katern waren er maar 4 pagina's over bier en al de rest ging over wijn. Dus we hebben dan toch een beetje ons best kunnen doen. We hebben ook al die sommeliers, alle besten van hun land, hebben naar de brouwerij gehaald. We hebben die daar een hele avond bezig gehouden van 5 uur tot 11 uur 's avonds. Dus we hebben die helemaal ondergedompeld in het bier. En we hopen dat dat zijn vruchten wereldwijd mag uitdragen. En bon, voilà. Dat is wat het verhaal rond deze bier.
Jullie hebben eigenlijk al een programma van de suggestie van de patronen, moet geloof ik, waarbij dat je eigenlijk van de cafés verbonden aan Duvel Moordgat, jullie eigenlijk het artisanaal bier even in de kijker zetten, een artisanaal bier van de maand, en waarbij dat er dan een verhaal ook rond gebrouwd wordt. Kunt u dat een beetje toelichten van waar die grote speler die ook interesse heeft voor de artisanale bier, is dat commercieel in de zin van als er iets aanslaat, dan gaan we dat op grotere schaal brengen? Kunt u daar iets duidelijk bij geven? Wel, iedereen kent Duvel. Dat is voor ons belangrijk, dat is een heel belangrijk merk. Dat is onze constante. Maar daarbuiten wil iedereen ook wel eens iets nieuws. Hè? Wat Dimitri hier zegt, hij experimenteert veel, dat is heel belangrijk, want mensen willen niet altijd hetzelfde drinken. Mensen drinken graag eens iets anders. Dus daarop hebben we ingespeeld en bieden we in cafés een tap aan waar er een roterende biertap eigenlijk, waar er nieuwe bieren opkomen of al bestaande bieren. De brouwerij kiest de puinbieren en de cafébaas kan de puinbieren kiezen. En op die manier proberen we een beetje vernieuwing te brengen. Dat kunnen bieren zijn die uit Amerika komen. We hebben er ook puinbrouwerijen. Dat kunnen bieren zijn die ik bijvoorbeeld gebrouwen heb bij Brouwerij De Koning. En in principe bestaan die bieren al? Misschien zijn ze nog niet zo goed bekend in België, enkel in Amerika. Als wij het bijvoorbeeld deden vanuit De Koning, dan was dat ook niet de bedoeling om opnieuw te brouwen. Er is maar één uitzondering geweest. Maar dat is een beetje om de mensen te laten kennis maken met alles wat nieuw is en verschillende soorten en smaken. Want de variatie in de biergamma is echt enorm en natuurlijk moet je daarop inspelen. En zijn er dan zaken waarvan dat gezegd van, we hebben dat nu een keer een maand gepromoot en dat slaat enorm aan, dat gaan we nu in de grote productie brengen? Als ik voor mezelf mag spreken, voor de brouwerij De Koning is er zo één bier geweest. We hebben een stuk of 7 testbrouwsels gemaakt, noemen we dat dan. Er is één bier geweest dat enorm was aangeslagen, dat noemt Lost in Spice. Dat is een bier dat we... Ik wil alles wel, als ik tijd heb. Er zijn veel nieuwe bieren die gedry-hopped worden. Dat wil zeggen dat we hop niet enkel in de kookketel gebruiken voor de bitterheid, maar ook later, na de gisting of aan het einde van de gisting in de lagering, die hop gaan toevoegen, heel aromatische hoppen, die dan ook een heel hoppige geur en aroma geven. En Lost in Spice is eigenlijk hetzelfde principe, maar in plaats van met hoppen te werken, zijn we met kruiden gaan werken. Er zitten wat kruiden in de kookketel, maar er zitten ook kruiden in de lagering. En dan spreken we van gember en cardamom. En dat geeft natuurlijk een heel specifieke smaak. En dat was een bier dat redelijk aansloeg en dat we dan wel gaan produceren zijn op grotere schaal. Oké, dankjewel. Naast mij zit Pedro, zaakvoerder van het Gentse bier Lauwe Hand en voorzitter van het WZW Gent Brouwt. Misschien maar even beginnen met wat doet Gent Brouwt? Wat is jullie doelstelling van de WZW? Nu, 2 jaar geleden hadden wij kleine Gentse brouwers behoefte aan een denktank. Ik had al wat contact op, onder andere met Dini. En daar is eigenlijk het idee ontstaan om samen op regelmatige basis samen te komen. We dachten bij onszelf, we kunnen maar eenmaal om de 2 maanden bijvoorbeeld maar een leuke avond hebben en samen pinten drinken en elkaars bieren degusteren. Dus dat was eigenlijk al na 1 sessie heel geslaagd. En dan is het van het een tot ander gekomen en hebben we eigenlijk hadden we echt wel de behoefte om samen te werken. En hebben we dan maar een VZW opgestart. Waardoor we als VZW, als groep, en ik denk dat dat ook een beetje de toekomst is, dat mensen meer en meer hoeven samen te werken, merkten we dat we sneller bepaalde zaken gedaan konden krijgen. Plus we konden ook elkaar tips geven en zo verder. Dus dat is ook een beetje het oorspronkelijk doel van Gent Brouwt. Dus bij al die bieren die behoren tot Gent Brouwt VZW, die behoren eigenlijk ook wel een beetje tot de craftbierfamilie.
En laten we eerlijk zijn, het klimaat is ons gunstig gezind. Ik heb al meermaals gezegd, mensen gaan vaker op zoek nu naar een bier die wat extremer is in smaken, in textuur, in geur, maar ook opnieuw met een mooi verhaal. En mensen kiezen ook, willen echt wel op bieravontuur gaan. 10 jaar geleden dronken vaak mensen elke dag hetzelfde bier. U kwam in standcafé binnen en u dronk elke dag hetzelfde. Terwijl nu mensen gaan echt wel actief op zoek naar pairings met gerechten, maar ook proberen nieuwe bieren uit. En soms valt dat goed mee en soms valt dat wel eens tegen. Ja. Dat is nu helemaal zo. We hadden daarnet het verhaal van de promotie van bier ook op culinair niveau. Jullie zijn een Gentse vereniging. Zit er ook een verhaal in van we willen Gent echt wel, wat Dimitri daarnet ook zei, van op de kaart zetten als, als trekpleister, toeristisch, maar ook voor de eigen Gentenaars natuurlijk van wij zijn eigenlijk wel top in Gentse bieren. Is dat ook een doelstelling van de vereniging? Maar we merken toch dat plaatselijke horeca daar ook meer en meer voor open staat. Natuurlijk, alles komt met de vraag van de klant. Als de vraag is van de klant, dan moet de cafébaas echt wel nadenken en zeggen van oké, hoe kan ik aan die vraag beantwoorden? En we hebben dan een aantal cafés hier in Gent die dan een henbroodkaart hebben bijvoorbeeld. Of zelfs al een henbroodkraan, een tap, waar enkel dan de henbroodbieren op geserveerd worden. Dus ik denk dat dat al een heel mooi signaal is. We merken ook dat vaak gerenoveerde chefs van restaurants of van brasseries ook meer en meer met ons bier actief aan de slag gaan. Maar niet alleen koks, maar ook cocktailmeesters die cocktails maken met ons bier. Of chocolatiers die een praline ontwerpen met bier. Ik denk dat dat toch wel een mooie evolutie is. En dan Fokke Dooijewaard, de Gentse Biervereniging. Jullie werken samen, dat is gebleken, maar wat is het verschil tussen DZW Gent Brouwt en de Gentse Biervereniging? Wat doen jullie? Wel, de Gentse Biervereniging is een bierconsumentenvereniging, dus wij consumeren het bier, zoals al zegt. We doen dat een paar maal per jaar, zo'n 10 maal per jaar organiseert de vereniging een bierproeverij, brouwerijbezoek. En niet onbelangrijk, in augustus altijd ons Gentse Bierfestival. We zijn daar zo eigen gereed in dat geen van de brouwers zelf bier mogen leveren. Wij kiezen ons bier zelf, internationaal gezien, nationaal bier. We zijn niet afhankelijk van een brouwerij of Gent Brouwt als VZV. We zijn compleet onafhankelijk. Natuurlijk werken we wel samen met Gent Brouwt. Ze hebben op het festival bijvoorbeeld een stand waar ze hun bier mogen voorstellen, maar wel op onze voorspraak. Wat betreft de bierscene in Gent, denk ik dat de evolutie de laatste, ik ga het ruim nemen, 10 jaar, zo is dat iedereen in de horeca meer open staat voor lokale initiatieven, lokaal bier, maar ook lokale verenigingen en uiteraard ook Gent Brouwt. Dat was het onderwerp. Dat bierfestival, hoe moeten we Gent daar ergens in plaatsen? Want u spreekt van internationaal. Heeft dat een apart accent binnen dat bierfestival? Meestal is dat een aparte bar waar we een land uitkiezen of een thema dat internationaal bekend is. Dit jaar gaat het richting de muziek gaan. We gaan een metal bar komen met allerlei bieren die met metal muziek te maken hebben. Maar dat is niet alleen Belgisch, niet alleen Gents, maar dan gaan we over heel de wereld zoeken, die bieren. Ik mag er nog niet te veel van zeggen, maar ik denk dat Dat er minstens 2 à 3 continenten vertegenwoordigd zullen zijn. En wanneer vindt het plaats? Het begint dit jaar plaats, maar hoe weet ik het even. 17e, bedankt Johan. Dat is een van de mede-organisatoren van het festival. Dan moet ik nog even heel snel zeggen, je hebt het bestuur van de Gentse Biervereniging en we hebben daar binnen een festivalteam. Dat werkt vrijwel volledig onafhankelijk. Met andere woorden, soms weet het bestuur niet eens wat het team precies gaat doen.
Een geheime genootschap. En de 17e van welke maand? Augustus. Augustus, 17 augustus. Rond die datum in augustus. Het was even de 17e. En Gent heeft daar een aparte hoek in. De VZW Gent-Braunt staat daar met een aparte, ja, hoe jullie dat zelf inrichten eigenlijk. Hoe ze dat zelf willen inrichten. Een Gentse plek in elk geval is gegarandeerd, ja. Ja, absoluut. En 17 augustus, mogelijk is ook al de grootste brouwerij in Gent actief, dus dat is ook meegenomen. Daar kunnen we tegen die tijd wel een keer over praten. Goed, oké, ik ga nog eventjes opnieuw het rijtje af, maar jullie kunnen ook spontaan invullen. Ja, als consument, je had het daarnet, als consumentenvereniging, ja, als je natuurlijk, excuseer mij de vergelijking bij al die specialisten hier, maar als ik bij manier van spreken in een groot warenhuis het assortiment zie, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Je hebt l'embarras du choix, je hebt ja, ook als leek misschien niet altijd een juist zicht. Ik heb daarnet gesproken van het Gentse stroop is eigenlijk niet in Gent gebrouwd. Welke keuze maak je? Er zijn ook nieuwe tendensen. En ik wou het even over die nieuwe tendensen hebben. Ik stel vast dat mensen zeggen, ja, het moeten eerlijke producten, ingrediënten zijn. Er mag niet te veel suiker of zelfs helemaal geen suiker bijgekapt worden. Het mag al of niet gepasteuriseerd zijn. Kunt je daar iets over zeggen? Nee, ik ga daar graag eens het rijtje af van. Wat zijn nu eigenlijk vanuit de consument dan ja, verwachtingen waar jullie ook rekening moeten willen of niet willen mee houden? Ik denk dat voor de consument het allerbelangrijkste altijd gaat zijn dat het bier lekker is. Hè? Dat ze ervan kunnen genieten met vrienden, familie en ja, op een bezorgd terrasje. Maar als de consumenten zijnde, als brouwer zijnde, moet je echt wel vasthouden aan een paar standaarden voor kwaliteitsbieren. Hè? Heel belangrijk daarbij zijn de ingrediënten. Hè? Dat zijn de belangrijkste zaken om een goed bier te brouwen. Maar niet enkel de ingrediënten, ook het brouwproces. Hè? Dat moet een mens zijn die zijn passie, zijn ziel kan smijten in dat bier. En ik denk dat de combinatie is van het brouwproces, van de ingrediënten, van de installatie zelf ook, om tot een heel goed kwalitatief en lekker bier te komen, te creëren, dat de consument kan smaken. Miele heeft gezegd, hè, passie, hè, daar draait alles om. Hè. In ons geval, wij gaan bier brouwen en we gaan eigenlijk gewoon ons goesting doen. En gaat dat voor 80%, gaat dat misschien niet lekker vinden, omdat wij daar een bepaalde passie en een bepaald idee in gestoken hebben, dan vinden wij dat pech voor die 80%. Maar we gaan er wel 20% op vinden die daar recht zijn van, kijk, daarvoor juist komen we voor speciaal naar dat bier komen wij bij jullie om dat te proeven. En ik vind dat we daar wel een onderscheid moeten in maken tussen dat je zegt van oké, ik wil echt voor puur naar de consument. Heb ik, dacht ik, supermarkt gezegd? Dacht ik, hè, dat kan, oké. Dat je zegt van we gaan echt naar die richting uit. We willen de massa bier gaan beleven. Of gezegd van ik wil een bepaalde niche product. Mensen echt gaan zeggen van kijk, wij gaan. En dan moeten niet altijd toegeven aan dat de massa, of laten we zeggen de 80% van die mensen allemaal lust. Het is een feit dat een bierbrouwen dat iedereen lust, vrij gemakkelijk is. Als je dan nog de middelen hebt om marketing erachter te steken, ja, dan verkoopt het, zo simpel is het. Maar ik denk dat wij de uitdaging hebben, zeker als kleinere brouwers, dat we zeggen, we doen ons goesting en we willen echt puur passie, hè. Daar gaat het om. Hè. Dat is hetgeen dat wij moeten aan de mensen overgeven. Hè. En degene die bij ons bier bestellen, of ons, ik heb het daarnet nog verteld, wij maken geen klanten, wij maken fans. En het zijn die fans die zeggen van, ja, wij begrijpen uw systeem, we begrijpen uw manier, uw filosofie. En dan volgen ze ons, hè. En dan proberen ze onze bier. En soms kan dat er geen heeft, hè. Dat is niet zwaar. Dimitri, je zegt natuurlijk, wij doen dat met passie, hè. Dus gelijk de schilder, kun je niet zeggen van, tekent dat nu een keer zo. De man is creatief en is dat weer weg. Maar zijn er ook bepaalde, ik zou zeggen, standaarden dat je voor jezelf oplegt? In de zin van, ja, we gaan bijvoorbeeld voor de pils naar een toch een tendens lagere alcoholgehalte. Suiker bijvoegen, dat is uit een boze. Pasteuriseren of niet pasteuriseren. Zijn er zo bepaalde zaken dat je zegt van die lijn volgen we toch heel consequent? Well, het is een feit is dat er bij ons geen marketeer of geen verkoopsdirecteur achter zit die zegt van, de verkoopsdirecteur die zegt van maak dat een beetje minder bitter en dat gaat beter verkopen. En de marketeer die zegt van als je het dus op die manier doet gaat het ook beter verkopen. Dus die zitten er bij ons niet achter aan onze pulten te trekken.
waardoor dat we meer ons goesting kunnen doen. En dat wil zeggen dat we zeggen, we gaan daar geen suiker aan toevoegen als dat niet nodig is. We gaan werken met puur ingrediënten, als dat niet vervangen moet worden door een ander niet puur ingrediënt. En dan komt altijd weer op hetzelfde terneer, dat is het kraftgegeven. Pasteuriseren moeten we helemaal niet doen, dat is ook geen noodzaak in ons geval. Wij verkopen rond de kerktoren, maar je moet beginnen pasteuriseren. Als je zegt van ik ga mijn bier naar Amerika schepen, dan is dat misschien verstandig dat je dat pasteuriseert, dat daar ook nog drinkbaar is. In ons geval, het geraakt tot aan de koormarkt, en dan is het op. Oké, Sven. Hoe bekijken jullie dit? Want jullie gaan natuurlijk wel op een, en daar is niks negatief mee, maar commercieel grotere schaal de zaken gaan bekijken. Is er dan een bepaalde invloed van de consument waar jullie rekening mee houden? Je hebt de suggestie van de patroon, dat kan aanslaan. Maar zijn er ook bepaalde regels dat jullie zeggen, oké, we gaan nu ook wel naar bijvoorbeeld minder suiker toevoegen of toch ook ja, het bittere een keer durven proberen in een bepaalde selectie? Ja, bij de vernootschap vertrekken we altijd vanuit kwaliteit. En ook, ik wil niet hetzelfde zeggen als mijn vorige collega's hier, maar ook vanuit passie. Zelf al zijn wij groter. Wij werken ook met passie en zijn heel gepassioneerd ermee bezig. Duvel Nootgat was 150 jaar geleden misschien even groot als de brouwerij van Dimitri hier. Maar elke brouwerij groeit. En ik denk dat er heel veel brouwerijen, kleinere, groeien. En ofwel zijn die binnen x aantal jaar ook groter, ofwel verdwijnen ze, of komen ze bij een andere groep. Maar waar wij ook mee bezig zijn, is kwaliteit. En dat we hebben ook bij bieren die heel toegankelijk zijn. Ik denk aan één bier die ik brouw, Triple Dan Vers is een super toegankelijke triple. Maar we hebben ook bieren die heel wat moeilijker in de markt liggen. Een Wild Joe bijvoorbeeld is eigenlijk wel best een moeilijk bier voor de doorsnee-consument. Maar dat moet je ook durven doen, want als je enkel eenheidsworst brouwt, dan maak je geen onderscheid. En dat is misschien gemakkelijk. Maar we willen ook het hele gamma van de bierspectrum proberen te bestrijken. En dat altijd passie, kwaliteit in het achterhoofd. Ook transparantie. Hè? Bijvoorbeeld, wij gebruiken rijst in een bier, in vedet. En rijst kan gebruikt worden, hè, omdat dat, ze zien hoe de markt ligt, maar dat goedkoop is. Dat is goedkoop om toe te voegen als grondstof. Maar wij voegen dat niet toe omdat het goedkoop is. Wij voegen dat toe omdat we denken dat dat in die vedet zijn meerwaarde heeft en andere smaak geeft. Maar dat is ook heel transparant dat we dat zeggen, dat we verstoppen dat nergens. We maken daar zelf, komen daar zelf mee naar buiten en zeggen, ja kijk, daar zit rijst in, voilà. Dus transparantie is ook heel belangrijk in die geval. Ja, bedankt. Pedro, we gaan hier een beetje jongleren met de micro's. Pedro, ja, die tendensen van de consument of de vraag van de consument, in hoeverre speelt dat mee of in hoeverre proberen jullie zelf de consument te beïnvloeden met nieuwe smaken, geuren? Nou, naast passie heb ik ook het woordje puur meermaals gehoord. Dus de consument of de bierliefhebber is zich er toch meer en meer van bewust wat hij consumeert. En wil toch meer en meer iets degusteren die echt wel puur is. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Alle brouwerijen die artisanale bieren willen brouwen, maken gebruik van producten, van ingrediënten van topkwaliteit. En ik denk dat dat een hele mooie evolutie is. Dat wordt een heel mooi verhaal. Maar vooral ook, terug opnieuw, ja, mensen zijn daar meer en meer bewust van. En ik vind dat belangrijk. En daar wordt ook rekening mee gehouden in jullie try-outs, om te zeggen van, wij gaan op zoek naar eerlijke, zuivere producten of procedures van het brouwen, al of niet gepasteuriseerd of andere toepassingen. Nee. Ja, maar ook de houdbaarheid van uw product en zo verder, ja, is wel een belangrijk voorbeeld. We zien meer en meer ook bier in blik, niet alleen de minderwaardige pilsen op de karapils bijvoorbeeld, om zo maar iets te zeggen, die werd nog snel geassocieerd met blik, maar meer en meer merken we toch dat ook brouwerijen
bieren van topniveau ook in blik verwerken. Fokke, het Gentse Bierfestival, de consument vraagt een ander soort bier op het festival te zien? Ja, op het festival heb je natuurlijk een uitzonderlijk gedeelte van de consumenten dat langskomt. Dat zijn mensen die al met bier bezig zijn, die al bier, vaak al bier gedronken hebben, die zeer extreem zijn in smaak. Dat wil niet zeggen dat er niet ook gewoon een normale triple te verkrijgen zou zijn, maar de extremen is natuurlijk wel wat wij als doorwinterde, laat ik het dan zomaar zeggen, consumenten gaan zoeken daarin. En dan krijg je bieren die een supermarkt heel moeilijk zou kunnen verkopen, gewoon omdat het te weinig marktaandeel zou krijgen. Dat wil niet zeggen dat er geen supermarkten zijn die het niet toch af en toe proberen. En ik hoop dat ze dat blijven doen, want je weet maar nooit wat er wel aanslaat. Ja, en dan komen we natuurlijk tot het punt waar we de zaal ook aan het woord laten. En Joël, ik denk dat we ondertussen iedereen een ticketje gekregen heeft en dat we ondertussen al een keer kunnen kijken wie dat die prachtige biermand kan winnen. En ik zou eigenlijk, is er nog iemand van de pers aanwezig? Iemand van de Gentenaar of het laatste nieuws? Ik zie een fotograaf. Ik zou een experiment willen doen, als dat mag. En ik zou u uitnodigen als objectief waarnemer om samen met de fotograaf even te proeven van, en ik moet opletten wat ik zeg, Best Sommelier Collaboration en de Green Pearl. Dat is een... Ja, misschien ondertussen, terwijl dat twee glaasjes in aantocht zijn, om dit te proeven. En straks nodig ik, maar ik denk niet dat er genoeg is voor iedereen, maar het zullen kleine druppelglaasjes zijn. De andere mensen kunnen ook een keer proeven. Maar terwijl die twee lege glaasjes op koop zijn, even uitleg bij Best Sommelier Collaboration en Green Pearl. Dus die Best Sommelier heb ik er juist uitgelegd. Dat is het bier dat we gemaakt hebben met de beste sommelier van de wereld. Die Green Pearl is, dat is al iets specialer, ook zeer kleinschalig. Bij Brouwerij de Koning heb ik zo'n kelderje, heel tof ingericht, met wat houten vaten. Dus we hebben een Russian Imperial Stout gemaakt. Dat is een heel sterk, straf bier, zowel donker van kleur, dus heel veel gebruik van speciale mouten. Heeft wat chocolade, gebrande toetsen. Als zeer sterk in alcohol, 10%. En dat rijp ik dan op verschillende vaten. Dus Calvados, whisky, rum, tequila vaten. En dat laat dat dan liggen tot wanneer het goed is. Dat wordt ook nergens verkocht. Dat is enkel in de brouwerij te krijgen. En soms sta ik er mee op festivals. Of zeer uitzonderlijk bij bepaalde, in bepaalde cafés. Het leuke is ook dat ik in die kelder constant Barry White speel. Dat is heel belangrijk, want dan kan ik dat bier Barry White Barrel Aged Bier noemen en dat klinkt gewoon goed. Dat is een leuk ding. Dit hier is de Calvados. 8 maanden op Calvados gerijpt, heel straf. Ik zei, het is een bier van 10% die Russian Imperial Stout. Ondertussen heeft hij 12% alcohol, omdat er in het hout van zo'n vat, dat steekt, als je dat zou kunnen uitwringen, steekt er ongeveer 6 à 7 flessen sterke drank in. Dus na verloop van tijd komt dat dan ook in uw bier terecht. En uiteraard is Barry White ook van belang daarbij. Goed, dan stel ik voor dat we Barry White spelen op de achtergrond en dat ik de twee heren van de pers mag uitnodigen om te degusteren. Ik durf het niet uitschenken, dus ik laat dat over aan de meesterbrouwer. Amai, dat is een mooie hebbeding voor thuis, denk ik. Zo'n tapkraan. En dan zal, om het typisch Gents te houden, de beide heren van de Gentenaar de eer geven om even te degusteren. Alsjeblieft. Ja.
Fabrice. De eerste aanzet is redelijk zuur. Dat is een klein beetje verschieten. Maar na de tweede, derde slok gaat dat echt wel moet proeven. Hè. Je moet proeven als je bier drinkt. Hè. En hoeveel alcohol is het, denkt u? Het is 8,5% alcohol, dat kan al tellen, maar het is echt zodanig goed verpakt, zou ik het zeggen. Het is ook niet voor niks met de beste sommelier gepakt. En dan het volgende, het donkere. Het is prachtig, hè? En ik zou een bier willen, dus aan u. Nee, dank voor de hulp. Ik straf het natuurlijk. Ten eerste. En hier, wat denk je ervan? Eerst mijn indruk, een beetje zuur. Nee, ja, de schoon weggevallen. Die is trouwens super. Ja, heel straf van smaak. Ja. Zou er op het terras een paar drinken? Een paar, nee, denk ik. Nee? Misschien twee, maar dan. Oké, dan is het wel goed geweest. Eigenlijk heel mooi voor hun uittekenen. We hebben een soort van selectie brengen van speciaal bieren uit kleine ambachtelijke brouwerijen, zoals hier direct aanwezig, die wij dan eigenlijk aan de consument gaan aanbieden, zodat zij niet de stress moeten hebben om te weten van wat is nu goed, wat is nu niet goed. Dat is een beetje afhankelijk van smaak. De ene drinkt dan graag, de andere drinkt dan graag. En we gaan mensen eigenlijk helpen bij hun keuze. Zet je van dat ene zuurdere bierke, zet je van dat donkere bierke. En wij willen mensen echt daarbij bij gaan ondersteunen. Zoals ze eigenlijk altijd een bier hebben dat bij elkaar past en ook nieuwe dingen kunnen ontdekken op die manier. Ik heb niet zoveel gestudeerd, dus marketing en dergelijke ken ik allemaal niet zo goed. Maar als ze spreken over de P van product, is het maar hier is een space passie. Dat is hetgeen dat wij kunnen verder brengen. Als ik voor Duvel Moutgeld spreek, dan vertrekken wij altijd vanuit kwaliteit. Wij zijn gegroeid dankzij kwaliteit. En dat is wat we altijd in het vaandel draaien. Dat is niet enkel kwaliteit van product, maar mensen vergeten dat is kwaliteit van de mensen ook, want die bepalen het product. Als ik heel kort moet antwoorden, zeg ik gewoon kwaliteit. Ja, kwaliteit kan ik me zeker bij aansluiten en uiteraard ook bij passie, maar als je dat nog kan combineren met een mooi verhaal, dan denk ik dat je al goed op weg bent. Als we het over de P van producten hebben, wil ik alle brouwers, kleine, grote, artisanaal, niet artisanaal, oproepen om ook alle producten op het etiket te vermelden. En bijvoorbeeld niet te vermelden, het is een bier met kruiden, ingrediënten, kruiden, vermeld wat je erin doet. En eventueel wauw. Zijn er nog vragen uit de zaal? Ja, meneer. De micro is op komst. Rechts vooraan. En de eerste duvel wordt hier ook al uitgeschonken. Dan moeten nog zekerheden zijn in het leven. Bij Duvel Moutgeld. Goedendag allemaal. Ondanks alle inspanningen, vroeger kennen we allemaal de klassieke bierbuff, wat dan ook weer. De drempel werd dus heel drempelverlagend. Nu hoor ik hier vandaag speciale bieren, speciaal toegericht. Er is opnieuw een grotere markt, fantastisch. Maar aan de basis worden er acties ondernomen om het bierverbruik, de populariteit van het bier meer te spreiden naar jonge mensen, naar oudere mensen, naar gelijk wie. Ja, ik denk dat Dimitri, jij hebt een pils van hoeveel graden? Ik heb een pils van 4% alcohol. En we zijn een van de weinige pilsen waar dat er nul ingrediënten in gaan die er niet in horen. Dus alles wat er aan toegevoegd wordt om het product commerciëler te maken, gaan wij niet doen. We gaan wat minder alcohol doen, maar we zijn wel vrij bitter.
is onze pils, omdat we heel veel hop aan toevoegen. We komen nu uit met een nieuwe pils, iets minder bitter, nog minder alcohol, 3,8% maar van alcohol. En dat is voor mij wel de stap naar massa is het verkeerde product, maar de mensen op te leiden is ook het verkeerde woord, opvoeden misschien, ja, van de Pied de Buff, dat iedereen kent, die zeer toegankelijk is, naar een pils. En van mijn pils kunnen ze altijd overstappen naar echt die specialetjes, wat dat is echt van, ik ga er kijk, eentje maar van drinken en daarna keer ik weer naar iets anders doen. Maar het moet wel een drempel zijn naar het moeilijke, alleen moeilijke, het is iets dat niet, dat ook een bier. Dat Sven mee heeft, super lekker, maar hij drinkt het er inderdaad geen vijf van op. En dat is ook niet de bedoeling. Hè? Bier drink je met verstand en duur woord gaat, gaan jullie er ook een beetje op inspelen om te zeggen van ja, toch ook de bezorgdheid van soms te veel alcoholconsumptie. Speel je daar ook op in? Ik zal eerst even antwoorden op meneer zijn vraag. Als Belgische brouwers doen wij heel veel ons best om het bier te promoten. Wij zijn, vele van die brouwerijen zijn lid van de Belgische brouwers. Die doen heel veel ter promotie van het Belgische bier. Wij zijn lid van Fier op ons bier. Dat probeert ons bier niet enkel in België, maar ook in het buitenland aan de man te brengen. Dus het komt op neer van samen. En samen, dat is ook iedereen die hier aan tafel zit. Hè. Als Dimitri iets start en dat is heel lokaal, dan is dat alleen maar positief voor de bierwereld, maar als wij een bier brouwen met de beste sommelier van de wereld, is dat ook positief. Dus wij werken daar heel hard aan. Er is ook zoiets, om op uw vraag te antwoorden, als een Sint-Arnoldus-code, waar de brouwers zich aan houden, wil zeggen dat wij geen reclame marketing gaan voeren, die mensen gaan targeten die veel te jong zijn om bier te drinken. Dus dat is een ethische code waar we ons ook aan houden en die heel belangrijk is voor ons. Dus daarmee een beetje aan op uw vraag heb geantwoord. Ik zie ook, als ik dan terug naar de supermarkt keer, om mijn verhaal wat concreet te maken, dat er een heel assortiment is van de 0% bieren. Is dat een vorm van marketing ook, of is dat effectief inspelen op het publiek die zegt, ja, ik hou wel van die smaak van bier en ik vind dat verfrissend in de zomer, maar ik wil geen alcohol. Ik denk dat het inspelen is op de markt van popcampagnes en dergelijke, dat mensen, en vooral de jongere mensen, veel meer bewust omgaan met bier en het verbruik daarvan. Duvel Noordgat heeft nog geen 0,0 bier. Dat is niet omdat we daar nog niet mee bezig zijn, maar omdat wij vinden dat we nu nog niet kwalitatief een goed 0,0% alcoholbier kunnen aanbieden. Dus dat doen we het ook niet. Het kan niet zijn dat het er ooit niet eens van komt. Maar die 0,0, dat is helemaal niet zo simpel. Want wat doet je? Je gaat een bier maken. En typisch aan bier is het nog altijd alcohol. En dan gaat je die alcohol eruit halen. Dat is een beetje raar. Hè? Dus de alcohol is je ruggengraat van je bier. Alles steunt daarop. En dat gaat je eruit halen. Maar ja, dan moet je dan ook nog vervangen door iets anders. En dat maakt soms de smaak van zo'n bier wel een beetje raar. Zijn zelfs bieren die 0,0 zijn, die meer calorieën bevatten dan een bier van 3,3% bijvoorbeeld. Dus alcoholvrij is iets heel... Het is een markt die zeker gaat groeien. Bijvoorbeeld AB InBev wil in 2025 25% denk ik van hun wereldwijd volume in alcoholvrije of 0,0 bieren hebben. Dus dat is een enorme target. Maar dat wil alleen maar zeggen dat dat er wel gaat komen. Alleen hoop ik dat de smaak ook een beetje verbetert dan wat het nu is eigenlijk. Ja, als je spreekt over de alcoholawareness, is steeds minder oké om te gaan drinken. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we bij de consument een wijziging, een idee hebben in het hoofd. Het is perfect oké om een degustatiebier met wel alcohol te degusteren. Met nadruk dat wij aan het degusteren, proeven, genieten. Maar niet de bedoeling dat je er van vijf achtereen naar binnen kloppen, om het zo te noemen. Dat is niet waar bier gebruikt is. Dat bier is een rijpingsproduct, dat wordt gerijpt. Dat is een natuurproduct. Daar zit alcohol in. Je kunt daar van heel zware bieren, hè, zoals de Imperial Stout. Maar ook heel licht alcoholische bieren, hè, zoals, bieren zoals bij Dimitri Nest.
sessions ook. Bieren met 2, 2,5, 3% alcohol zijn heel hard opkomend. De 0,0% bieren zijn nog ja, niet altijd dezelfde kwaliteit dat je wilt, maar er wordt daar wel steeds aan gesleuteld ook. Maar dat moet niet zijn dat opeens we geen alcoholisch bier meer gaan drinken, zonder maar registreren. Ja, we merken dat toch ook dat dat echt wel een nieuwe trend is. Bieren laag in alcohol, maar een bom in smaak. Ik denk dat dat de toekomst is. En, vroeger was het stoer dat je veel bieren hoog in alcohol kon drinken, terwijl nu die, dat nu toch wel een andere tendens is. Ja, ik vind dat wel belangrijk. Ook op bierfestival? Met deze trend heeft de Gentse Biervereniging al jaren geleden gezien. Al een paar jaar geleden hadden wij op het festival een low alcohol bar. Met bieren die niet meer dan, ik geloof niet meer dan 3,5% alcohol waren. We hadden een hele bar en er zijn er maar 6 op het festival mee konden vullen. Ik denk dat dat voldoende zegt. Nog vragen uit het publiek? Ja. De micro is op komst. We zitten ondertussen met België, een internationale reputatie voor België, omdat het fenomeen van die lokale brouwerijen en zo. Ik heb de indruk dat het uiteindelijk iets is dat uit de VS is overgewaaid naar ons, dat fenomeen. Dat is dat hier, heeft dat hier ook, het begint hier duidelijk ook te leven. En dan vraag ik mij af, kan ons beeld van zo'n topland met bieren, kan het niet daardoor een beetje verwaterd zijn, omdat het ook een beetje een internationaal fenomeen geworden is dat uit de VS is gekomen. En ja, ik vraag mij af, hoe is dat beeld nu? Voor mensen die daar een beetje zicht in hebben misschien. Ik wil daar gerust op antwoorden, maar dat gaat dan mijn eigen visie zijn voor ik. En ik vergelijk het een beetje met de Franse wijn. In de tijd, ik heb hotelschool gedaan en ik kreeg toen enkel maar opleiding van Franse wijn. Terwijl dat Spanje, Italië, iedereen was aan het opkomen met wijn, maar op school kreeg je toch maar enkel maar de Franse wijn. En hoe komt dat? En dan op een bepaald moment hebben die Fransen ook wel die boot een beetje gemist. De nieuwe wereldwijn hebben dat eigenlijk een groot stuk overgenomen. Ik zie dat toch een beetje ook gebeuren bij de Belgische bieren. En zolang, maar daarvoor zitten we hier natuurlijk, maar zolang dat iedereen blijft, met alle respect, dat is geen negatief punt, maar zolang dat iedereen blijft zijn lef drinken, en dan noemen we ons beste bier, en zolang dat ze die stap niet durven zetten naar een artisanaal bier, gaan we die strijd verliezen. Zo simpel is dat. En als ik u 5 jaar geleden had gezegd van, binnen 5 jaar gaan wij op café een Amerikaans bier drinken dat in Duitsland gebrouwen is en in blik zit en wij gaan dat café in België drinken. En wat had mij doodgeschoten, hè? Dan zegt dat kan niet, hè? En vandaag is het te ver, hè? En zolang dat wij met z'n allen niet een beetje meegaan met die trend en kijken wat er effectief aan het gebeuren is en een beetje die oogkleppen openzetten en daarvoor zijn die bierverenigingen er van alles zijn er, ja, dan het is aan ons allen, hè, om België groot te houden. Hè. Pas op, België blijft natuurlijk wereldwijd nog altijd super. Hetgeen wat Moord gaat doen wereldwijd is fenomenaal natuurlijk. Hè, maar we mogen toch de strijd niet verliezen, denk ik. Maar dat is weer mijn persoonlijke mening. Sven, een anekdote. Toeristen vragen soms wel eens van, geef mij een keer een typisch Gentse bier. We hebben het er net al over gehad, dat is wel een beetje moeilijk. Want ze komen soms van Echtvelde of van Roman Oudenaarde. Maar toeristen hebben soms ook iets opgevangen via allerlei kanalen, sociale media en bijvoorbeeld een kwak hier, dan moeten ze proeven, wel ze hebben dat gezien. Dat zijn dan Russen of Italianen of anderen. Op welke manier kunnen we inderdaad dat Gents of Belgisch bier als speciaal product, als authentiek product op de wereldkaart zetten? Zijn jullie daar ook mee bezig bij bijvoorbeeld Duve Moordgat? Wij Belgen zijn redelijk traditioneel. Dat is een voordeel, soms een nadeel. Maar je moet ook niet vergeten dat de Amerikanen, die zijn eigenlijk beginnen speciale bieren brouwen met België in het achterhoofd. In het begin noemde dat, ik noem nog steeds Belgian style. Zij is nog steeds een bestaande stijl in Amerika. Er is zelfs een brouwerij in Amerika die New Belgium noemt.
waar heel lang Belgische brouwer Comte van Rodenbach de plak heeft gezwaaid. Die zijn heel, die komen om de 5 jaar, iedereen die er 5 jaar werkt, komt bijvoorbeeld naar België op bezoek. Dus wij hebben heel die traditie, die misschien niet altijd heel positief is, niet altijd in ons voordeel werkt, die hebben we wel mee en daar moeten we gebruik van maken. Misschien ook dat wij daarmee als Duvel Moordgat zijnde 3 Amerikaanse brouwerijen in de groep hebben en van daaruit wat kunnen meespelen op dat niveau. Maar nou, zeker niet vergeten wie we zijn, want we zijn altijd wel niet echt chauvinistisch op dat vlak. Maar dat kan zeker geen kwaad met alle kwaliteiten die we hier in België hebben. Zeker niet. België is beroemd voor zijn traditionele bieren en gelukkig maar. In het buitenland zie je toch wel een echte craft beer revolution, heet dat dan. Ik ben de afgelopen 6 maanden van daar rond veel in het buitenland geweest. Zowel in Italië als Japan als Frankrijk en zo verder. En het is goed dat het besef er is en we zijn toch bezig met een inhaalbeweging, maar we hinken toch nog een beetje achterop. Als je ziet bij onze noorderburen in Nederland, wat er daar allemaal gebeurt, maar ook in Italië en zo verder, ik denk dat wat je daar allemaal ziet, er kan soms wel wat gesleuteld worden aan een constante kwaliteit, maar er is hoesting naar experiment en ik denk dat dat een heel belangrijk gegeven is in de bierwereld. Ik denk dat bij een heel aantal de goede, niet te aangesproken, Belgische brouwers de drive om innovatief bezig te zijn en ook innovatief bieren in de markt te zetten vooral een beetje ontbreekt. Men blijft bij een traditionele, een pilsje, een donkere en een triple. En dat is het dan wel, daarmee is de consument tevreden. Ik denk dat hier dus duidelijk, een vraag van meneer ook is, van de consument wil misschien wel veel meer. Dus Belgische brouwers, hier in het algemeen op, doe daar iets aan en maak, zet een keer wat innovatieve bieren in de markt. En dan niet alleen ontkerkt worden, maar ook in de volledige Belgische supermarkt bijvoorbeeld. Ja, er is nog een vraag, meneer. Hoe staan jullie tegenover de evolutie? Zoals bijvoorbeeld de brouwerij Geugen in Melle, dat geëvolueerd is van een artisanale brouwerij naar toch wel een speler die het grootste gedeelte van zijn productie exporteert eigenlijk. Ik heb de evolutie daar een beetje van op afstand meegemaakt van de oude brouwerij naar werkelijk de volledige moderne brouwerij. En wie onder jullie van de artisanale brouwerij heeft er een identieke of gelijkwaardige ambitie om dezelfde doel op te gaan? Dus inderdaad, Huygen, de roze olifant, jullie wel gekend, is enorm snel gegroeid internationaal. En dat biedt eigenlijk, dat is niet slecht voor kleine brouwers, waarom niet? Dat biedt ons veel mogelijkheden omdat zij echt de markt gaan openbreken. Zijn zij die de Chinezen bij wijze van spreken Belgisch bier gaan leren drinken, de traditionele eerder. En dan kunnen wij als artisanale brouwers, kunnen wij eigenlijk ook de markt gaan penetreren met die kleinere brouwerijen, kleinere, specialere bieren. Hè. Dus we moeten daar zeker geen schrik van hebben. Het is soms wel moeilijk om te concurreren tegen zo'n spelers. Hè. Zij kunnen bodemprijzen aanbieden, maar het is vooral belangrijk dat je de consument het verschil duidelijk maakt. Hè. We brouwen niet op dezelfde schaal als zij. Ze hebben een concurrentieel voordeel, maar het gaat dan vooral over de smaak en de passie die je kunt proeven in elk flesje. En in mijn ogen kunnen dan meer in een bier van een lokale brouwerij dan in een reus. Maar zelf consumenten, dat moet je zelf beslist hebben. Ja, wat Huygen doet, is iets wat heel veel brouwerijen doen. Voor Dimitri bijvoorbeeld, maar veel Belgische brouwerijen, meer dan 50, soms 60, 70% zitten in de export. Dat is heel belangrijk voor hen. Kan ook wel niet meer helpen om onze Belgische faam uit te dragen. Het is misschien wel vloeken in de kerk, maar
Het feit dat die kleinere Belgische brouwerijen zoveel in export zitten, komt ook omdat lang geleden Stella de paden heeft geëffend. En ja, groot is daarvoor niet altijd negatief. Het is natuurlijk een andere Stella dan vandaag waarschijnlijk. Ik bedoel niet het bier, maar de brouwerij. Maar ja, wat Huygen doet en velen met hun is... Ik zou het eerder positief bezien dan... ja, de Belgische markt is ook maar zo klein als ze is natuurlijk. Hè. Ja, ik ga een mooi exportverhaal vertellen is ook noodzakelijk. Het is uw enige kans om als kleine brouwerij te overleven. De markt in België is helaas te klein. En, de consument is daar nog niet altijd voldoende van bewust om ook echt wel actief op zoek te gaan naar de kleinere bieren van alternatieve brouwerijen. Zijn het ook wel heel sterk op merchandising met allerlei producten om bijvoorbeeld zeg maar een leven van promoten, dus gaan naar het buitenland. We zeggen nu ook wel, die brouwerij Huygen, Alain de Laat heeft er enorm op ingezet om dat exportverhaal te vertellen. Ze exporteren denk ik, als ik niet vergis, naar bijna 80 landen. Dat zou zoiets zijn. Ja. Nu, dat is een marketingstrategie, zoals een ander. Ja. Maar ik denk, voor ons ook, bijvoorbeeld met L'Arrogant, is een exportverhaal vertellen echt wel noodzakelijk. Ja. De brouwerij Huygen wordt hier dan als voorbeeld genoemd, maar het is net al nog gezegd, alle Belgische brouwerijen, als ze dat willen, gaan een internationaal verhaal aan. Hoe ver ze dan erin in de marketing gaan, dat is natuurlijk aan iedere brouwerij om zelf te beslissen. Ik denk niet dat dat negatief is, ik denk zelfs dat dat positief is. Het stelt veel van de brouwen in staat om te blijven bestaan. Gewoon commercieel gezien. En ik denk dat dat even in uw vraag vergeten is. Een beetje een stimulans voor anderen ook, om te zeggen van met ons Belgisch bier, of het nu van Melle of ergens anders komt, staan we toch in de picture van het buitenland. Absoluut, ja. En stelt ook in staat, ja, ik ga nog niet alle namen noemen, maar ik ken een paar kleinere brouwerijen die internationaal hun bier in de markt zetten en die daardoor kunnen blijven bestaan, die gewoon anders niet commercieel kunnen blijven bestaan met het volume dat ze produceren. Maar wel echt een zelfstandige brouwerij blijven en zelf hun eigen ding doen. Als er geen vragen meer zijn, dan denk ik dat u zit in de kijker hier vooraan. Ik durf niet zeggen dat u een onschuldig kinderhand heeft, maar u mag uit deze emmer de gelukkige winnaar verloten, deze prachtige biermand. Nummer 135. 135. Karaoke, 135. Aankondigen dat de volgende speakerscorner natuurlijk opnieuw de eerste zondag van de maand zal zijn. Dat is dan 5 mei. Het thema hangt volledig van Gent en zijn actualiteit af. Maar ondertussen is onze meesterbrouwer hier nog bezig. Geen stoomloop alsjeblieft, maar kom gerust naar voren. Er zijn nog een aantal van jullie die ook het exclusieve bier hier kunnen proeven. Dank u wel en geef een hartelijk applaus aan onze fantastische gastsprekers. Dank u wel.